Radionieuwsdienst ANP. President Ford heeft plannen aangekondigd die de Amerikaanse economie moeten herstellen, de inflatie tot de helft terugbrengen en de werkgelegenheid verbeteren. Hij zal die plannen vandaag aan het congres voorleggen. Het Huis van Afgevaardigden blijft gekant tegen voortzetting van de Amerikaanse militaire hulp aan Turkije als dat land geen begin maakt met de terugtrekking van zijn troepen van Cyprus. In Portugal zijn de namen bekendgemaakt van de twee legerofficieren die de opengevallen plaats in de militaire junta gaan innemen na het aftreden van president Spinola en een van zijn aanhangers. Het gaat om generaal Fabião en overste Pires. Twee bevrijdingsbewegingen in Angola hebben Portugal gevraagd om een gesprek over de toekomst van deze kolonie. Ze vinden dat de regering in Lissabon niet genoeg haast maakt met het openen van onderhandelingen over de onafhankelijkheid. De Dominicaanse president Balaguer heeft de terroristen in het Venezolaanse consulaat in Santo Domingo vrije aftocht beloofd als ze hun 7 gijzelaars ongedeerd laten gaan. De president zei dat dit zijn laatste voorstel is. De terroristen eisen niet alleen een vrije aftocht, maar ook de vrijlating van een aantal politieke gevangenen in de Dominicaanse Republiek. Bij het op- en overslagbedrijf Nieuwe Matex in Vlaardingen is gisteren de hele dag gestaakt door 150 personeelsleden. Ze vinden dat ze door het grote ziekteverzuim te zwaar worden belast voor te weinig loon. Om 11:30 gisteravond ging de avondploeg weer aan het werk. Er wordt bij Nieuwe Matex een functieonderzoek ingesteld. De 26-jarige magazijnmeester van de Brilmei in Soesterberg heeft bekend dat hij zijn werkgever heeft bestolen voor 200.000 gulden aan monturen en zonnebrillen. Hij heeft ze op het Waterloopplein in Amsterdam verkocht voor 4.000 gulden. De weersverwachting tot middernacht. Op de meeste plaatsen enige tijd regen of enkele buien, maar ook verspreide opklaringen. Overwegend matige wind in hoofdzaak uit noord tot noordoost en maximaal ongeveer 11 graden. De windsnelheidsverwachting van 4 tot 9 meter per seconde. Dit was het nieuws. Leo van der Goot.